Goedemorgen en welkom bij de vierde Vlogmas video. Vandaag is het daadwerkelijk 1 december. Het is zaterdag en het is nu 10:55. Ik ben al even wakker. Ik heb al een video geüpload die vandaag online komt. Dus op 1 december online komt. Dat is de vlog van woensdag, zeg maar. En ik heb hem even mijn bestanden overzetten en ik ga naar stal. Ik ga de paarden buiten zetten en mijn stal even heel goed mesten. Want het systeem dat ik nu gebruik is dat ik eigenlijk de hele week gooi ik alles naar achter en strooi ik het op. En één of twee keer in de week haal ik de stal gewoon helemaal leeg. Want vee maakt de stal nu echt heel vies. Eerst is het eigenlijk super schoon, maar ze staat nu op de paddock in plaats van op de wei. En nu is de stal dan ook echt super smerig. Echt, het is echt niet oké. Dus dat ga ik zo dan doen. En als ik thuis kom ga ik weer video's editen. Super leuk. Maar ik hoop dat ik zoiets kan filmen op stal, dat het niet te druk is. Want dat vind ik een beetje ongemakkelijk. En dan zet ik even kijken of ik misschien iets van een time-lapse kan doen als ik de stal aan het uitmesten ben. Ik ben eindelijk klaar met stal uitmesten. Het is ondertussen hoe laat? 10:50. Ik denk dat ik om 10:45 stal was. Dus ik ben een uurtje bezig geweest. Maar hij is wel weer helemaal mooi schoon. En er ligt lekker stro in. Dus Vee is straks weer een lekker bedje als ze op stal gaat. Dan mag ik ze naar huis een veetje nog een dag zeggen. En dan ga ik naar huis en video's editen en schoolwerk maken. Interessante leven van een scholier. Hey cutie, kom maar. Ze komt naar me toe gelopen. Super cute. Kom maar Veetje. Hey liefie. Hey knapperd. Oh, wat ben je cute. Wat ben je cute. Ja, wat ben je cute. Hey liefie. Hallo. Ik ga weer naar huis, paard. Ik ga je weer gedag zeggen. Spijt me. Dag knapperd. Hallo neusje. Ik heb van mijn moeder een adventkalender gekregen. Dus deze van Celebrations. En ik dacht, misschien is het leuk als ik elk vakje van de dag open in de vlogmas video's. Dus vandaag is het 1 december, zo maak ik het vakje van 1 december open en laat ik het zeg maar zien. Nou, dacht, misschien is dat leuk als ik het niet vol hou, ik het niet vol. Maar ik dacht, het lijkt me leuk om te laten zien. Dat voegt weer een extra dingetje toe of zo. Hier is het vakje van 1 december. Hoe gaat het open? Een veef. Een bounty. Dat ik hem eruit krijg. Dus 1 december is een bounty. Die gaat heel lekker opeten. Dat is dus ja, is een adventkalender met allemaal celebrations dingetjes doen. Superleuk. Nou, ik ben nu op stal. Ik heb net gewerkt. Leuk verhaal. Ik dacht dat ik van 5 tot 9 moest werken. Ik moest van 6 tot van 4 tot 9 werken. Ik had gebeld met Pauw van 4. Florent, waar ben je? Ik moest om 4 uur beginnen. Dus ik haast naar werk. Maar het is, het is nu 9:30 of zo. Ik ben nu eigenlijk klaar. En ik ben nu op stal om even een veetje te voeren. Hey pony. Hallo liefie. En Roos is niet op de vlog, want die heeft ook gewerkt. Ik ben moe. Ja. Ik heb nu een roos achter de kamer gestaan. Ze heeft eindelijk een naam op de stal. Oh. Ja, die heb ik zelf gedaan. Geduld, weet je, geduld. Oh, hier, hallo, pony. Ik heb heel wat
ben de video aan het editen van zaterdag. Het is ondertussen 5:30. Maar dat negeren we eventjes. Oeps. Het is vandaag, nou het is nu 2 december, maar het is de vlog van 1 december, zeg maar. En ik zie dat ik echt maar 5 minuten heb aan beeldmateriaal. Upsie. Ik ben nog steeds bezig met beelden krijgen van donderdag. Van zeg maar de tweede vlog van mijn video. iPhones, iCloud en opslagruimte. Dat heb ik echt te veel voorbij zien komen ondertussen. Maar ik wil eigenlijk ergens over babbelen, maar nu is het goed weer over. Maar ik denk dat ik maar ga babbelen over iets wat denk ik mensen afvragen die weten hoe winterstalling ongeveer in elkaar zit. En dat is kopen van vee. Want winterstalling zeg maar als volgt in elkaar. Nou, wij hebben dan vee voor 10 maanden. En tot 15 januari heb je de optie tot koop. En mag je dus, kun je dus besluiten om een paard te kopen voor een van tevoren vastgestelde prijs. En tot half maart kan je laten weten of je het paard het jaar erop weer op winterstalling wil hebben. En in eerste instantie ging ik erin van, nou, we gaan haar toch niet kopen. Waarom zou ik haar kopen? En als het bevalt, doen we er gewoon volgend jaar weer. Maar toen zijn er wat dingen gebeurd. Waar we waren van, oh, maar we vinden haar toch wel heel erg leuk. En het is zo'n lief, leuk paard. Zijn we wel echt even serieus gaan kijken of we er wouden kopen. Toen is ook de instructrice van mijn moeder wezen kijken. Die heeft echt heel goed oog erop. En die was wel zo van, ja, wil je een 13-jarig paard kopen? Als derde paard. Als opvolger van het paard van moeder. Want die is nu 20. Nu ook gekocht, 13-jarige. Ja, weet je, zit je over een paar jaar weer aan het management van een oud paard. Willen we dat wel? En daarbij heeft Vee een stijlhoefje en een normaal hoefje, zeg maar. En dat wordt momenteel goed gemanaged door onze hoefsmid. Maar ja, ik wil uiteindelijk eventing met strijden gaan rijden. En wil je een paard van 13 met een stijlhoefje blootstellen aan afsprongen en de intensiviteit van crossen. En überhaupt wedstrijden, want ze heeft nooit echt wedstrijden gelopen. Is dat wel eerlijk naar haar toe? Daar komt bij dat wij van mening zijn dat Ponyhof eigenlijk te veel vraagt voor haar, voor wat ze waard is. Dus dat helpt ook niet mee. En daarbij komt ook nog eens van, volgend jaar ga ik waarschijnlijk studeren. En ga ik het dan wel redden om er een paard naast te rijden. Dus wat we momenteel hebben besloten, waarschijnlijk, kan het nog veranderen. Dat we er niet gaan kopen, want in januari is ze 14. En dan koop ik liever een paard van 8 of 9 waarmee ik nog langer vooruit kan. Nu is besloten dat we haar waarschijnlijk volgend jaar weer op winterstalling gaan nemen. Om dan te kijken of ik kan combineren met studie. En als dat goed gaat, om dan een paard te gaan kopen waarmee ik de sport in kan en die de opvolger kan worden voor mijn moeders paard. Dat is het plan dat we niet hebben. Dus waarschijnlijk gaan we Vee niet kopen. Het leek er even heel erg op en dat leek me ook echt heel erg leuk. En het is ook echt een schat van een paard en ik vind haar echt heel erg leuk. En ze lijkt heel stoïcijn en een beetje saai komt ze over, maar eigenlijk is ze best wel ondeugend en heeft ze echt een heel leuk karakter. En dat leer ik steeds meer kennen. En ze is echt heel lief en heel braaf. En het is echt wel een beetje mijn maatje geworden in de afgelopen... Nou, het is vandaag 2 december. Dan heb ik er nu 3 maanden, zeg maar. Oh, ik heb alweer 3 maanden. Ik heb alweer 3 maanden. Wauw! Is echt wel mijn vriendinnetje geworden. En mijn maatje. En ik hoop dat ik alsnog met haar kan gaan starten binnenkort. Als we er ooit gekomen en gaan springen. Dat wil ik heel graag met haar gaan doen. Gewoon ook voor mezelf. Want ja... Vee en ik zijn toch wel echt buddies geworden over deze periode. En ik vind het heel jammer dat we niet kunnen kopen. Willen kopen eigenlijk. Want ja, ik vind het echt een heel leuk paard. Maar het is geen verstandige keuze voor ons. En we hebben het ook best wel moeilijk mee gehad of we het wel of niet willen doen. Want het, ja, mijn moeder vindt haar ook heel leuk. Iedereen vindt haar leuk. Iedereen die we kennen, die haar heeft meegemaakt, is van, oh, wat een leuk paard. Iedereen vindt haar leuk. Maar het is geen verstandige keuze voor mij met mijn ambities. Dus dat is de keuze uiteindelijk gemaakt hebben. Ik hoop dat deze video verder wel leuk was om naar te kijken. Zodat ik weer mijn mooie stippenpyjama hier zit in mijn kamer. Net zoals veel video's omdat ik ben begonnen en geëindigd in mijn mooie stippenpyjama. Maar het is gewoon een hele fijne zachte pyjama, jongens. Snap dat dan?
Maar laat een likeje achter deze vlogmas video als je het weer een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren als je de rest van de vlog niet wil missen. En dan zeg ik tot de volgende keer. Dag!